Goedemiddag allemaal en welkom bij deze full aflevering geval van Zelda Play 20. In deze video is het een soort van update, plus dat ik een spelletje speel, plus lol, denk ik. Ik ben hier bij het spel Agario, zoals ik het graag noem. Ik heb het een keertje mogen doen met Onzin in, met Towler. En ja, in dit spel praktisch wat je moet doen is met de muis bewegen en balletjes opeten, waardoor dat je groter wordt. En na een tijdje... Oh, gelijk opgegeten. Na een tijdje word je dus zeg maar groot genoeg, zodat je dus zeg maar andere zou kunnen opeten. Zoals dat die girl net bij mij deed. En daar heb ik Sanic achter me aan. Maar goed, dat is niet de reden wat ik eigenlijk, waarom dat ik deze video nou doe. Want jullie verwachten natuurlijk een Final Fantasy game. Nou, het probleem is... ik heb afgelopen weekend heb ik AnimeCon gehad. En AnimeCon was nogal... Ja, het was 3 dagen lang. Weinig geslapen. We hadden een heel klein hotelkamertje. Daar heb ik misschien net in 3 dagen tijd heb ik daar 5 uur geslapen. We zaten eigenlijk met 7 man zaten op een klein hotelkamertje. Ik heb heel veel op entertainen als Mario. Verschillende dingen moeten voice acten. Dus mijn stem die heeft nog steeds echt enorm veel rust. Eigenlijk moet ik nog steeds een beetje herstellen. Omdat ik heb nog steeds eigenlijk, bij wijze van spreken, ik zou de stem van Slechterikken niet kunnen doen. Ik zou de stem van Wilma Bie op het moment niet kunnen doen. En dat zou ik eigenlijk best wel zonde vinden. Dus vandaar dat ik dacht bij mijn eigen van... Laten we even een paar random spelletjes gaan spelen. Waar heb ik zelf? Maakt het er godsnaam ook uit. Ik bedoel, het is met dat jullie een klein beetje een update hebben van... Waarom dat er geen Final Fantasy wordt... wordt opgenomen. Of waarom dat niet wordt geüpload. En dat is gewoon omdat mijn stem die wil het gewoon niet. Al moet ik wel zeggen tot... AnimeCon was zeker heel erg leuk. Vrijdag waren we dan aangekomen met de tram. Ik heb 1 foto kunnen delen op Facebook, omdat ik toen nog rustig in de trein zat. Want treinmeester vond het toen zo leuk om... ik heb net in het opgegeten. Google, kom hier! Oké, daar dan zit Google. Maar ik was daar dus zeg maar met treinmeester. Maar op het moment dat we in de tram zaten... Toen kwamen we al gelijk een groep kinderen van een schoolreisje of zo tegen. Die gingen naar het strand, want AnimeCon was dan in Den Haag. En het grappige was dus, ik kwam dus zeg maar van een schoolreisje van vroeg vrijdag. En dat ligt nogal dicht bij Scheveningen. Dus die waren onderweg naar het strand en die herkenden mij gelijk als Mario. Want ja, ik was gekleed als Mario, omdat dat zeg maar mijn main ding bij Gamepit eigenlijk is. Dat ik bij evenementen altijd daar rondhuppel als Mario en mensen dus entertainen non-stop. Dus vandaar dat mijn stem dus zeg maar naar zeggen. Maar ja, al die kinderen die wouden dus gelijk op de foto. Dus was al gelijk eigenlijk heel erg glory hole. Ga weg, je kunt mij niet eten. Ja, PewDiePie. Aha, hi. Geloof je bijna, denk ik. Maar goed. Dat was dus enorm leuk. Heel veel foto's zijn er ook weer gemaakt op die con zelf. Heel veel nieuwe mensen ontmoet. Mensen die dus zeg maar ook bij andere conventies komen. Dus wanneer dat er weer zo'n volgende conventie is, zou ik zeker ruim van tevoren een update geven. Sowieso First Look komt er weer aan. En volgens mij ging ik nou nog naar een Tsunacon Tomo Fair. MCG geloof ik dat het heet. Ik heb geen flauw idee. Maar de aankomende... Ik hoop 2 dagen. Ik hoop dat het niet te lang duurt. Ik wil echt serieus weer Final Fantasy op gaan nemen. Dus ik hoop dat de aankomende dagen heb ik dan zoiets van prima. We doen eventjes gewoon random games. Ik denk dat ik zelfs ook nog ergens een keer een Skywars aflevering klaar heb. Dus dat we nog wel op het minst een videootje hebben voor op ons YouTube kanaal. Want ik ben gisteren echt... Ik ben wakker geworden, E3 is dan bezig, dus probeer ik dan ook zoveel mogelijk te volgen. En, het is echt gewoon ook veel te veel. Ik heb je opgegeten! Oké, maar goed. Het is ook echt enorm vermoeiend geweest. Mars, ik heb je kleine dingetjes te pakken gekregen. Ik hoop dat je daar niet boos op bent. Mars? Nee. Goed zo. Ik kan jouw naam nog niet eens uitspreken. EA, jij faalt op E3. Oké, sorry. Ik weet niet. Ik ben geen fan van E3. Dus mocht je daar natuurlijk nog vragen over hebben, natuurlijk in de reacties kun je altijd dat kwijt. Hoi, kapper. Kapper, mijn haar ziet er niet uit. Kapper, kun je mijn haar knippen misschien? Kapper? Nee, kapper.
Jennifer. Zo komt mijn stem ook wel nog een beetje los, moet ik eerlijk zeggen. Dus, maar ik hoor nog een beetje die krakerigheid. En dan ken ik dus bijvoorbeeld niet de stem doen die ik bijvoorbeeld bij Wilma B had gedaan. Of bij Cornet. Want Cornet doet eigenlijk nogal een beetje pijn. Waarom doe je het dan? Omdat het kan. Oké. Dus ik hoop dat ik... Ja, het is nu dinsdag. Dinsdag. Ik hoop dat donderdag weer kan opnemen, eigenlijk. Dus, ja, ondertussen ben ik hier dan nog steeds Agario aan het doen. Dat rijmt op Mario. Oké, nou, het slaat nergens op. Maar ik heb dit spel toen gedaan, dus zeg maar, met Towler, daar was toen een onzin in. Hele grote lol gehad. En, ja, ik ga heel even proberen om de grootste te worden. Dus, als ik groter kan worden, ik ga de ja-show pakken. En als ik groter kan worden, dan zie ik jullie wel eventjes wat terug. Dus, Oké. Knip mijn haar! Oké, ik heb kapper. Yay! Sorry, kapper. Sorry. Hi, Doge. Doge. You're so dogey. You're so dogey, Doge. Meneer Nazi, mag ik u eventjes erop wijzen dat u hier niet gewenst bent en dat u dus achterna wordt gezeten door een Zelda-player? Wij willen u op patent maken dat u dus heel erg snel deel gaat maken van een grotere bal. Polska die komt ons ook gelijk wel lastig vallen en... Oh nee! Hoe ben ik nog in leven? Oh, Nivea. Oh, dat was close. Oh, er komen zoveel... Ah, nee! het is dat ik je haat, hè. Oké, ik ben zeker niet zeggen, hoor. Dus dit was misschien niet het slimste spel om te gaan kiezen om als tussendoortje erin te gooien. Maar wat je een Agario, waar je ook helemaal op even zitten. Maakt niet uit. Dus ik hoop dat jullie dit hartstikke leuk vonden. Link van dit spel, ik heb het gratis spelen, staat in de beschrijving. Morgen denk ik dat ik een Skywars videootje ga uploaden en ik hoop dat donderdag mijn stem wel genezen is. Zo niet, dan doe ik een ander random videootje. Heb je een idee voor random videootjes? Laat ze ook weten in de reacties natuurlijk, want dan weet ik tenminste dat ik iets kan omvullen. Niet dat we dus zeg maar van die grote lege gaten hebben. Dus Final Fantasy zal snel worden verder geüpdate. En ja, wanneer dat voice actor eigenlijk weer een beetje goed gaat. Dus met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken naar deze video. Laat een like achter voor de moeite, denk ik. Ik weet niet. Dus, ik wou het. Zet hem even op spectate. Dus inderdaad, ja, ik weet niet. Ik hoop jullie gewoon weer te zien. Ik hoop dat jullie dit videootje weer wel leuk vonden met Agario. En morgen dan met Skywars. En wat voor ideeën dat jullie hebben, laat het zeker weten. Mocht ik een keertje mijn stem niet willen doen of... Final Fantasy gefaald zijn, waardoor dat ik het opnieuw heb moeten opnemen. Dat er een vertraging is opgelopen, of weet ik voor wat. Laat het zeker weten in de reacties. En nou, dat ik jullie trouwens nog even spreek. Ja, het is net een telefoongesprek. De heist van GTA 5, die zullen op het moment even op een pauze gaan. Er is een update video geweest bij de Towler, tot die namelijk, die gaat op vakantie. En het probleem is, wij doen de heist zeg maar met een goed groepje van 4 man. En de heist 3 finale moet nog steeds komen. Maar hij gaat op vakantie, dus die gaat heel even op een pauze. In de weekenden zullen we gewoon Final Fantasy uploaden. Mocht dat zeg maar niet mogelijk zijn, dan komt er een van jullie suggesties beneden in de reacties. Denk ik. Dus ja, voor meer vragen en opmerkingen kun je altijd terecht op in de reacties. Gewoon heel simpel in de reacties. Dus ik denk jullie voor het kijken en hoop jullie morgen weer te zien bij dan een nieuwe video. En laten we hopen dat mijn stem snel herstelt. Dank voor het kijken, jongens. Doei!